Ik ben Bianca. En ik ben Cas. En welkom bij deze nieuwe video. We zijn een klein beetje treurig. Ja. Hè? Mm-hmm. En waarom zijn wij een klein beetje treurig? Nou, we hebben deze video net al opgenomen. Maar hij is weg. Hij staat niet meer op de camera. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar, Dus alles is al een beetje open en zo. Wat gaan we doen? We gaan snoep eten wat we heel erg niet vaak hebben geproefd of nooit geproefd. En waar hebben we dat gekocht? Bij de Vibra en bij de Zee. Ja, we zijn naar de Vibra en naar de Zeeman gegaan en daar hebben we snoep gekocht. Waarvan we niet wisten hoe het zou smaken en wat het zou zijn. En dat gaan we proeven. Tenminste, dat hebben we dus net geproefd. We hadden nummertjes en nummertjes correspondeerden met het snoep wat we gingen proeven. Maar die video is helaas niet opgenomen. En omdat we jullie toch wilden laten weten wat we ervan vonden, gaan we de video alsnog een keertje opnemen. Maar we gaan het nu even anders doen, omdat we nu al weten wat het is. Mag jij kiezen iedere keer met welke je wil beginnen en welke je nu wil proeven. Mm-hmm. En dan kijken we even, misschien kunnen we dan van ieder, in plaats van ieder één, dat we het een beetje delen. Mm-hmm. Want de rest van de snoep gaat met jou mee naar huis, hè? Dus dan heeft de rest ook nog wat. Nou, ik ben heel benieuwd, want er liggen hier dus allemaal soorten snoep. Bijvoorbeeld, deze is cola sterrels. En hier hebben we nog. En van alles en nog wat. Dus kies maar. Met welke wil jij beginnen? Deze. Ga je met de jawbreakers beginnen? Ga je me dat weer aandoen? Mm-hmm. Oh. Nou, dit is een jawbreaker. En ik weet dat die in mijn jeugd eigenlijk ook al bestonden. En ook al best wel populair waren. Maar deze ken ik niet. Het is kaneel. Fireball. Ja, het zijn hele hete jawbreakers. Want jij zei, jij kende wel andere smaken, toch? Ik kende citroen en ik ken de normale. Nee, dit is de normale volgens mij. Dit is de normale. Oh, nou. We gaan hem proeven. En ik weet nog van net. Hij begint dat je denkt. Ik vind het beginsmaakje echt heel lekker. Want hij smaakt een beetje naar appel. Een beetje fruitig smaakje. Alleen daarna. En er zit, weten we, een kauwgom in. Het middenstuk, zeg maar, is kauwgom. En Cas zei net van ik wil proberen om tot die kauwgom te komen. Misschien lukt het je nu. Ik kan het wel, alleen ik dacht misschien. Het zijn glutenvrije snoepjes. Opnemen dan heel lang. En het is veganistisch. Dairy free. Geen idee. En het zijn halal snoepjes. Nou, dus er zitten geen dierlijke producten. Geen, hoe heet dat? Gelatine. Gelatine inderdaad, denk ik. Ja. En nu begint het. Oh, en het is kanelerig. Wat op zich niet. Je gaat dit zakje niet meer meenemen. Het is niet het is kanelerig, wat op zich best lekker is. Kaneel vind ik wel lekker. Maar het is zo ongelooflijk pittig. En dan denk ik, ja, ik wil op zich ook best uitproberen of er een kauwgom in zit, maar ik red dat echt niet. Oh. Ik vind het zo heftig. Kronkel. Nu ik ga het gewoon doen. Dus ik bij de ingrediënten zie ik geen. Nee. Oh. Wat is er gebeurd? Niks. Hij was ineens zo pittig. Geen kauwgom geproefd. Nee, je bent nu ontzettend buiten beeld. Dus je moet een stukje naar mij toe komen. Ja. Nee, hè? Het is ons helaas niet voor de tweede keer niet gelukt om hier
kauwgom, om tot de kauwgom door te dringen. Zullen we nu even dit doen? Maar goed. Dit was Haribo. Een mooi rolletje. Oh ja, laat maar even zien, want hier Haribo kun je het wel zien. We dachten dat... Mega soort, roulette. Zit, ik moet er wel van hoesten. Ja, we dachten dat het een spelletje was, hè? Mm-hmm. Maar blijkbaar is het gewoon... Snoepjes. Nou hebben we de witte al geproefd. Die zijn er ook uit. Jij neemt nu geel. Geel. Dan neem ik nu donkerrood. Ach, dat is wel lekker. En ik proef hem niet door de pittigheid. Ik had net die groene. En die witte, die waren lekker. Maar ik vind deze, die donkerrode, vind ik niet lekker. Het was een beetje zuur nadat je net die pittigheid hebt gehad. En jij had de? De gele. En die was ook niet. Die is ook niet bedacht. Nee. Maar, dus de groene en de witte zijn zeker wel aan te raden, vind ik. Mm-hmm. Oké. Volgende. Nou, dit is toch zo'n spannend ding. Er zat een plastic omheen. En dan moest je hem breken. Dus dat hebben we gedaan. En dan krijg je dus poeder. Twee helften, waarvan dit vloeibaar is. En dit hier ga ik niet meer schudden, want deze bovenkant is open. En dit is dan poeder. En we weten nou nog steeds niet of je het nou uiteindelijk moet mixen en hoe je dat dan moet mixen. Maar we proeven het nu even los van elkaar. Mm-hmm. Eerst die. Ik begin met die. Dit is zeg maar een spuitje. En wat je op de achtergrond hoort is de droger die klaar is. En die moet je gewoon zo... Is het poeder? In je mond spuiten en... Poeder moet je gewoon oplikken. Dit is ergens, vind ik, het is appel. Het smaakt naar hele, hele, hele sterke en hele chemische appelsap eigenlijk. Het is niet per se heel vies, maar ik vind het ook niet heel erg lekker. Ik zit me nu ineens te bedenken, zou je dat poeder niet er gewoon zo in moeten likken? Ja, dat dacht ik dus ook. Zullen we het gewoon proberen? Wel ja, ik bedoel. Maar misschien niet in zijn geheel. Nee. Dat denk ik niet dat het past. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien ook wel. Hè? Zoiets. Oh, maar, nee, doe maar. Dan doen we de... Nu moet je hem zo doen. Dop er weer op. Schudden. Mag ik schudden? Nee, je mag schudden. Cocktailbar. Ja, echt hè? Oké, nu gaan we proeven. Heeft het een beetje gemixt? Ik moet op de onderkant wachten. Je moet even goed schudden, denk ik. Zoiets. Hij is verstopt. Verschil? Hij is heel erg verstopt. Poeder heeft een soort... Oh ja. Nou, dag spijt. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. En wat gaan we nu nemen? Cola. Dit cola zijn stengels. Zure sticks. Met cola smaak. Die zaten er twee in een pakje. We hebben hier ook nog een andere variant. Ja, het zijn eigenlijk gewoon een soort zure matten, maar dan rond. En cola smaak. Dit heeft echt cola smaak. Maar ook wel echt lekkere cola smaak, mm-hmm, vind ik. Ja, echt snoep cola smaak. Mm-hmm. En heel zuur zijn ze nou ook weer niet. Valt echt heel erg mee. Maar lekker. Die vind ik lekker. Lekkerste tot nu toe. Maar deze vond je toch lekker, denk ik. Maar voor wat we nu geproefd hebben. Nu hebben we de aardbeienvariant. En wat we zo grappig vinden is, moet je kijken hoe lang dat bakje is. En hoe lang die stengels zijn. Dan denk ik echt, had dat bakje dan wat korter gemaakt. Nou, deze zien er dan. Gewoon rood uit. Ja. Ik vind deze net even wat lekkerder. Ik vind die cola wel lekker. En hij vindt hem, ja. Maar, allebei lekker.
Nu hebben we... En dan? De Bubblicious cola. Ja, Bubblicious ken ik wel van vroeger. Heb ik nog nooit, heb ik niet vaak gegeten, maar ken ik wel. Maar Bubblicious cola had ik ook nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar... En wat we kunnen doen is er een hiervan ook eentje... Ik haal er wel een stukje voor mezelf af. Okay. Dan kan je die bewaren. Ze zien eruit als... Normale Bubblicious, want het is gewoon roze. En ze zijn ook zo groot als normale Bubblicious, inderdaad. Kijk eens, ik neem een klein stukje. Heel hard aan het begin. Ja, je moet echt even je kaken trainen om er doorheen te komen. Het heeft echt Bubblicious smaak. En, maar dan cola. Maar ik vind de cola niet... Dit vind ik meer cola smaak hebben dan die. Ja. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het heeft meer weg van echt Bubblicious dan van cola. Maar ik vind het wel lekker. Dat wel. En dan nu. De... Wat gaan we doen? We gaan voeten eten. Ik denk dat heel veel mensen van jullie het wel kennen. Dit. Dit zijn namelijk allemaal kleine plakjes van een moet je aan een voet likken. En ja, welke smaken hebben we? Je hebt sinaasappel, citroen en je hebt aardbei. En welke ga je nu nemen? Want ik hoef niet. Ik ga nemen gewoon de... Gele. Die hebben we allebei nog niet genomen. Kan je die terugstoppen? Ja. Toch even een bakje pakken. Ja. Dit is dus de voet, Louis. Hij ziet er ook echt uit als een voetje. Dan doe je een beetje poeder erop. En hoe smaakt dat poeder? Zuur. Zuur, hè? De lolly zelf, is die ook zuur omdat het citroen is of is dat zoet? Die is heel zuur. Ja. Dit doet me echt denken aan dat muggenspul wat heel chemisch oh, is. Oh, echt? Dus het is echt citroensmaak. Want de keer hiervoor had je welke smaak? Sinaasappel. Sinaasappel, maar die was wel lekker. Vond je die lekkerder? Veel lekkerder. Oh. En ik heb dus net ook eentje op, een aardbeien. En die vond ik ook heel lekker. En de lolly was heel zoet. En het poeder was heel zuur. Dat poeder vond ik ook niet per se lekker. Dat heeft hij met zijn andere lolly toen opgegeten. Maar... Oh, het ruikt er ook naar. Nou, inderdaad zeg. Het heeft echt een citronella kaarsgeur. Nou, je wordt voorlopig even niet gestoken door de muggen als je dit op hebt. Dat in ieder geval niet. Goed, dan hebben we nog liggen. De kauwgom. Deze, dat is kauwgom. En we hebben nog liggen. De koffiesnoepjes. De koffiesnoepjes. Ga je die voor het laatst bewaren, de koffiesnoepjes? Oké. Gaan we nu even de... Dit is strawberry. Ja, het zijn rolletjes kauwgom. Het heet ook... Oh, crazy roll chewing gum. Het zijn niet de makkelijkste rolletjes om open te maken. Zeker niet als ze nog niet eerder open zijn geweest. Dit is de blueberry. Dit is de lekkerste. Ja, vinden wij dan. En Tutti Frutti. Onze favoriet is Tutti Frutti. En die ziet er heel gifgroen geel uit. Want ik weet het. Wat als ik nou in het poeder dip? Je kauwgom. Zit poeder op. Oh, dat is echt lekker. Ja? Goed zo. Maar deze, die Tutti Frutti, heeft echt een lekkere smaak. Even Tutti Frutti nemen.
En die blueberry die smaakt... Deze, die blueberry die en die gewoon precies hetzelfde. Aardbei. Er zit eigenlijk niet eens zo heel veel verschil tussen. Dat is eigenlijk gewoon voornamelijk zoet. Terwijl je hier, bij die tutti frutti... Lekker zuur. Ja, maar je proeft ook echt wel een fruitachtig smaakje daaraan. Maar bij deze twee proef ik vooral suiker. Mm-hmm. Maar dit was... deze zaten met z'n vijven aan een lang sliert. Eentje die ik heb weggegooid. Die was kapot opengegaan. Ja, dat was appel, maar die was ook niet zo lekker. Die was het minst lekker van allemaal. En toen hadden we ook nog... een aardbei zit er dan dubbel in. Het zijn zeg maar van deze zakjes. En heel veel van die zakjes aan elkaar. En dan heb je allerlei verschillende soorten. En dan het laatste artikel. We hebben er nog eentje. Koffiesnoepjes. Best wel lekker. Toen zei ik tegen Cas, waarom vond je dat nou zo? Wilde je dat nou uitproberen? Maar hij vindt gewoon koffie lekker. Ja. Hij mag het niet. Nee. Het is eigenlijk niet goed voor kinderen. Maar je vond het wel lekker, hè? Ja. En deze koffiesnoepjes, ja, ik ken ze eigenlijk al wel een beetje. Want je hebt ook Haagse hopjes, had je het over. Die vind je lekker. Die vind ik lekkerder dan deze. En waarom vind je die lekkerder dan deze? Die zijn iets zoeter. Ja. En deze zijn best wel bitter. Dit zijn wel hele... het is echt... het zijn... Ga je dat nou ook met dat poeder doen? Nou, waarom niet? Wow, lekkerder dan. Ja? Maakt het het lekkerder? Goed zo. Dit zijn echt zwarte koffie... Het is niet koffie met melk wat je hebt in je mond. Het is echt koffie. Maar ja, ik vind ze ook wel lekker. Terwijl Cas nog even verder likt aan zijn voet. En zijn lolly lekker opeet. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je... Of een voet, mag ook. Wat je wil. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik ga gestaag naar de 300 toe. Daar ben ik heel blij mee. En wij weten al wat onze volgende video gaat worden. Maar dat houden we nog even geheim. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot in de volgende video. Doei. Doei.